Gaat u gaan. Dankjewel, meneer de Wolf, meneer de voorzitter. Ik ga eerst even de moties oplezen en ja. Daar heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering na zware dierenmishandeling de one strike-out optie toe te laten passen en gaat over tot de orde van de dag. De three strike-out bestaat al, maar als het gaat om zware dierenmishandeling moet gewoon één keer, bam, einde oefening. Zo werkt dat. En dat gaat ook bij mensen zo. Als je iemand vermoordt of dat soort dingen, dan ga je ook direct de bak in. En dan zijn er ook geen andere waarschuwingen. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering verzamelde dierendata en DNA-gegevens te koppelen aan de registratie van fokker tot eigenaar en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door het lid Kostis van de Partij voor de Dieren. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering mede in het kader van het stalbrandpreventieplan om een pilot met de stable safe systemen en valwanden waardoor dieren kunnen vluchten in plaats van stikken en gaat over tot de orde van de dag. Het is namelijk zo, meneer de voorzitter, dat je kan sprinklersinstallaties hebben, maar dan krijg je nog meer rookontwikkeling, waardoor de dieren vaak nog veel sneller stikken. Ze stikken ook meestal, ze verbranden meestal niet levend, maar ze stikken eerst natuurlijk. Maar dieren moeten kunnen vluchten. Zo gaat dat ook bij mensen. Je moet altijd eerst kunnen vluchten. En ze kunnen in ieder geval nog, hoop ik, veel levens gered worden. En ik wil ook graag nog een reactie hebben op die knaagbranden. Dat heb ik ook eigenlijk niet gehoord. Dat is veroorzaakt door knaagdieren, branden die daardoor ontstaan. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering om dierwelzijn te laten prevaleren boven milieueisen en voor de dieren verstikkende luchtwassers. En gaat over tot de orde van de dag. En dan blijkt dus ook dat die luchtwassers, los van het feit dat ze hun nut totaal niet bewezen hebben, ik ben er ook altijd als eerste, en naderhand ook de Partij voor de Dieren, is om erin te steunen. Maar ik was al vanaf 2006 er tegen. En ze schijnen ook nog inderdaad, als er branden ontstaan, of als er branden door ontstaan, dat het ook nog allemaal echt helemaal niks brengt, niets dan ellende. We moeten kijken naar dierenwelzijn en dan pas naar de milieu en andere dingen. Maar daar heeft het ook niks aan bijgedragen, dus laten we daar maar voor ophouden. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering staatsbosbeheer te korten op geldstromen vanuit het Rijk, mogen we geen einde maken aan de decennialange hongerdood van opgesloten dieren in de Oostvaardersplassen. En gaat over tot de orde van de dag. Want wij gaan er inmiddels niet meer over, maar wij gaan wel over de geldstromen die daar naartoe gaan. En daar staatsbosbeheer zich nooit iets van de meerderheid van de Kamer heeft aangetrokken toen het dossier nog hier lag. En nu liggen we bij de provincie en is er nog een doffe ellende. Er moet gewoon iets aan gebeuren. Dus we moeten gewoon ingrijpen, want wij hebben het hoogste ambt hier. We kunnen top-down ingrijpen en dan moet het maar zo. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering in te laten grijpen in zaken de massale overnames van dierenartspraktijken door twee grote private equity partijen en voor vele onbetaalbare vercommercialisering van noodzakelijk veterinaire zorg en hulpbehoevende dieren. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door lid Beckerman van de Socialistische Partij en lid Kostic van de Partij voor de Dieren. En zij gaat ook namelijk met heel goede moties komen die weer iets anders zijn. En daar zal ik er ook in steunen. Maar in ieder geval, dit had ik ook al zo door de fractie ingekregen. Daar moet je altijd van profiteren, want dat is net weer iets anders geformuleerd. En hoe breder is het altijd beter, hè, voor de dieren. De Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken door het instellen van prijsplafonds voor medisch noodzakelijke behandelingen door dierassen en gaat over tot de orde van de dag. En dat is ook een lijn met hetgeen wat mevrouw Beckerman, ze heeft er ook al vorig jaar een motie voor ingediend, ook mede ingediend eraar, lid Beckerman, Socialistische Partij en lid Kostis van de Partij voor de Dieren. Nog twee moties, meneer de voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering geen exportvergunning af te geven voor de voorgenomen verplaatsing van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen uit ons dolfinarium naar een Chinees pretpark. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door lid Kostis van de Partij voor de Dieren. En de collega van de Partij voor de Dieren, mijn Limburgse vriend en bioloog Frank Wassenberg, die heeft al een keer een motie ingediend om dat te proberen te voorkomen. Maar nu gaat er inmiddels een hij is er niet meer. En dan gaat een exportvergunning worden afgegeven. Dus vandaar dat we dat nu op die manier nog mogelijk kunnen voorkomen. De Kamer, die motie is aangenomen trouwens van Wassenberg, laat dat duidelijk zijn. En ook de partijen, daar staat bijna iedereen onder. Hè? Dus het zou heel raar zijn als er plotseling de keutel wordt ingetrokken nu. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering binnen de huidige aanpakken of preventie van huiselijk geweld ook dierenmishandeling mee te nemen. En zodra bijvoorbeeld vrouwen of kinderen in veiligheid worden gebracht, er geen dieren mogen achterblijven bij de agressor en vice versa. En gaat over tot de orde van de dag. Want dit heb ik ook uitgelegd, hè? Want je kan ook bijvoorbeeld een vermagerd paard in de wei zien staan of een vermagerde hond op het erf zien lopen. En er is wel eens de dierenpolitie binnengevallen en dan bleek dat er ook een kindje tussen de ontlasting en alles lag. Hè? Dus het is ook vice versa. En dat is ook daarom heb ik ooit, toen ik hier begon in 2007, om onderzoek gevraagd naar de relatie huiselijk geweld
en dierenmishandeling. Ik wil nog een paar dingen even zeggen. Ik had toch graag de boeren willen investeren in dierenwelzijn. Ik ben nog geen boer tegengekomen die niet wil investeren in een beter dierenwelzijn, maar ze moeten ervoor betaald krijgen. Nou, wie verdienen de honderden miljoenen? Daar is niet voldoende op ingegaan. Dat zijn de supermarktketens, dat zijn de top 500 jongens, de slachthuizen, de voedingsleveranciers, de vlees- en visverwerkers. En die moeten echt een keer nu over de brug komen. Ze zijn arrogant, ze weigeren te praten met ministers, ze weigeren te praten met de Kamer. We laten met onze voeten spelen, jongens, en dat kan niet zo zijn. Want de mensen willen het, de Tweede Kamer wil het, en we moeten niet met onze voeten laten spelen. En ik wil tot slot wil ik nog iets zeggen, meneer de voorzitter, ook een belangrijke boodschap. Ik geloof niet dat ik er vlug aan meedoe in dit soort dingen, maar gisteren was er een bepaalde framing, dus bijvoorbeeld de Mannenbroeders, de staatkundig gereformeerde partij, die hebben het dan over schapen. Nou, ik heb meer voor schapen gedaan dan de SGP in al de jaren dat ze bestaan. Maar dan gaat het dan over de wolf en dan zeg ik, mag een wolf geen schaap eten? Ja, zie je, je komt niet op voor de schapen. Meteen, bam. Krijg ik allemaal nare mails, ze gaan zo'n filmpje knippen en plakken. Wat normaal denk alleen maar doet. Ik vind dat SGP onwaardig. Ik herken dat ook niet van de SGP. En ook de BBB, ik heb het even teruggeluisterd. Ik zeg, mag de wolf ook af en toe een schaap eten? Wordt vergoed. Ze krijgen vaak meer dan de slachtprijs. Dus het is een heel sympathieke opmerking. Waarom zou de wolf geen schaap mogen eten? Maar dan zegt mevrouw van der Plas, die gaat er voor de microfoon staan. Ja, maar je bent dus tegen de vee-industrie. En ik moet daar weer honderden mails gaan beantwoorden van boze mensen. En dan moet ik zeggen, luister terug en dan ziet u dat ik gewoon genaaid word. Want ik heb dat helemaal niet gezegd. En dan staat mevrouw van der Plas uiteindelijk voor joker. Dus we moeten dat niet doen. Laten we daar gewoon mee stoppen. Ik heb er echt een broertje dood aan. En waarom moet dat altijd zo, als je iets niet gezegd hebt, woorden in de mond worden gelegd? De minister heeft ook 2 keer woorden in de mond gelegd die ik niet gezegd heb. Laten we ons bij de feiten houden, jongens, echt waar. Want ik krijg daar spontaan diarree van iedere keer wat je allemaal wordt opgelegd. Maar in ieder geval, een gezegende avond, meneer de voorzitter. En nogmaals dank voor uw goede voorzitterschap. Dank voor uw inbreng, meneer Gauws. Sorry. Ja, mevrouw van der Plas. Ja, ik wil daar dan maar een persoonlijk feit van maken, omdat mijn naam genoemd wordt. En ik dacht de heer Gauws te hebben horen zeggen, maar dat weet ik niet zeker. Dat hij zich dan genaaid voelde, of dat hij hier wordt genaaid. Ja, mag ik dat verduidelijken? Ja, dat vond ik een beetje een rare opmerking. Dat mag. Precies, ja, maar dat is, ik kom uit de oostelijke Mijnstreek vandaan. Hè. Dus wij hebben, ik praat vrij bazaal. Maar ik kom uit de oostelijke Mijnstreek vandaan. En wij hebben gewoon het hart op de tong. We gooien alles eruit en we zeggen zoals het bedoeld is. Dus verontschuldiging af en toe. Mijn moeder schaamt zich vaak er ook uit haar kop voor mijn taalgebruik. Maar die is wat anders. Die heeft ook nog les gegeven. Zo. Die zit er wat anders in. Maar ik ben meer als mijn vader. Maar mijn excuses ervoor als u over dat woord valt. Maar dat is, bij ons is het gewoon heel normaal. Hoor. Ja. Als je iemand naait of zo. Dat is ik weet niet of dat hier ook zo is. Maar... Okay. Nou, voor mij mag de heer Gauws die woorden gebruiken, genaaid voelen. Het is gewoon spreektaal. Maar ik vroeg me gewoon alleen even af, want waardoor dan? Want volgens mij voeren we hier gewoon een debat met elkaar. Ja. En de heer Gauws zegt wat en ik zeg wat. En we hebben een beetje kritiek op elkaar. En zo werkt dat volgens mij gewoon. Dat moet gewoon kunnen. Dus het is helemaal niet de bedoeling om iemand een naaistreek te leveren of wat dan ook. Maar volgens mij moeten we dat ook gewoon kunnen blijven doen. Zeker. Zonder dat we allemaal boos worden op elkaar en van alles beschuldigen. Ja, dat is ook. Mevrouw van der Plas, ik ben absoluut niet boos. Sommige Kamerleden hier wel langer, zoals mevrouw Bomet, die weten hoe ik eruit zie als ik boos ben. Ik ben absoluut niet boos. Ik ben nog heel ontspannen verder. Nee, maar waarom gaat mevrouw van der Plas? Als ik via de voorzitter, mevrouw van der Plas. Waarom gaat via de voorzitter? Ik had het ook helemaal niet van u verwacht, maar ik werd door boeren, ik ging terug zitten daar. En dan werd ik door boeren gezegd, pas op, je bent net geframed en gepakt. Want je hebt dat helemaal niet gezegd wat van der Plas zei. En ik zei inderdaad, mag een wolf ook schapen, we doden zoveel miljoenen dieren, mag een wolf ook iets eten? En dan krijgen de boeren vaak meer dan de slachtprijs. En toen zei mevrouw van der Plas, van ja, u bent tegen de vee-industrie. Ja, dat heb ik echt niet zo gezegd. Luister, ik heb het gisteren 2 keer nageluisterd. Ja. Dat is gewoon niet leuk. Dus dan gaan mensen weer, en ook oudere dames, die dan PVV stemmen, die hebben dat dan, die geloven, die horen dan wat u zegt en niet wat ik zeg. En dan moet je dat allemaal zetten. Daar heb ik tot 5 uur vanmorgen kunnen uitleggen aan iedereen hoe het zit. Ja, ik word daar echt zo gek van. Ja. Iedere keer maar ik neem het u niet kwalijk hoor. Maar ik had het ook van u niet verwacht, want u bent zelf ook een paar keer gepakt. En ook door media, net als ik en zo. En we moeten dat helemaal niet doen. Ik snap niet dat we dat doen. Helder. Ik zal nooit iemand gewoon een oor aannaaien of zo. Nee, ik wil gewoon een debat voeren. De heer Vlag nog. De mannenbroeder. Ja, voorzitter, ook even een persoonlijk feit. Want het zit collega Gauws denk ik heel hoog. Dus ik ga ook graag een keer een kopje koffie met hem drinken. Maar ik hecht er wel aan om te zeggen dat op ons YouTube-kanaal het hele filmpje van het hele debatje wat we hebben gehad gewoon staan.
staat. En u heeft uw mening gegeven en ik heb u de vraag, of ik heb de heer Graus de vraag gesteld. Als we moeten kiezen tussen wolven en schapen, waar kiest u dan voor? En daar heeft de heer Graus het antwoord op gegeven wat hij gegeven heeft. En ik heb mijn visie daar tegenover gezet. Ik vind dat het moet kunnen. Ja, helder. Ja, maar daar wil ik wel op zeggen. Ja. Omdat, kijk, de mannenbroeders, de SGP. Ik ben ooit, toen Geert hier begon met 8 Kamerleden nieuwe, onervaren. Toen ben ik bijvoorbeeld onder de hoede vaak genomen door Bas van der Vlies. De oud-fractievoorzitter. En ik was altijd een beetje de vierde musketier bij de SGP. Maar alleen, ik vind het niet leuk wat er nu gebeurt. Ik ben er niet gewend van de SGP. Laatst ook moest ik voorzitter. Ze gaan gewoon het woord afpakken en door de voorzitter heen praten. En filmpjes, ik vind dat niet. Het is mijn SGP in ieder geval niet meer. En dat wil ik gewoon gezegd hebben. Maar ik ga graag cola, ik lust geen heel koffie. Heel goed, maar, koffie drinken. Maar wat ik ook nog tot slot over zeg over die schapen. Ja. Meneer Vlag, ik ben tegen u aan het praten. Ja. Voorzitter. Wat u ook moet meenemen, en daar ging het gisteren over die schapen. Je moet eens opletten. Overal waar veel schapen worden aangevallen door de wolf, terwijl die liever reeën eet en wilde zwijnen, zijn de reeën en de wilde zwijnen massaal afgeschoten. Denk daar maar eens over na. Want de wolf eet liever een reeën en een wild zwijn. En overal waar schapen worden aangevallen, hebben ze massaal reeën en zwijnen zitten afschieten. En dat is het. De mens haalt de bascule uit evenwicht. Ja. En dan wordt de wolf komt in een beklaagde bankje dreigen. Dank, meneer Graus. Dank. Dank u wel. De volgende spreker is de heer Van Kampen. En hij voert het woord namens de VVD. Dit ga ik niet hardop zeggen. Verstandig, voorzitter. Er staat hier dat ik moet afronden. Dat is misschien een wens, maar dat is misschien niet de bedoeling voor de spreektijd. Die was nog voor uw voorganger. Dank u, voorzitter. Voorzitter, dank aan de geachte afgevaardigde collega's voor het debat wat we hebben gevoerd. En ook dank aan de beide bewindspersonen.